Steeds meer mensen hebben zonnepanelen. Dat is mooi, want daardoor komt er steeds meer groene stroom beschikbaar. In 2 jaar tijd steeg het aantal klanten met zonnepanelen bij Delta Energie met 63%. De hoeveelheid stroom die zij aan het stroomnet terugleverden, verdubbelde in die 2 jaar zelfs. Om je een idee te geven, de totale hoeveelheid teruggeleverde stroom van onze klanten staat gelijk aan de stroomproductie van 14 grote windmolens. Of aan het jaarverbruik van 70.000 huishoudens. De stijging van de hoeveelheid teruggeleverde stroom zorgt alleen ook voor hogere kosten. De zogenaamde terugleverkosten. Terugleverkosten bestaan uit 2 delen. Het eerste deel is het verschil tussen wat jij krijgt voor je teruggeleverde stroom en wat wij daarvoor ontvangen op de markt. Als er veel stroom wordt teruggeleverd, is de marktprijs soms zo laag dat wij de stroom moeten verkopen tegen negatieve prijzen. Dat geldt vooral voor de teruggeleverde stroom die je kunt salderen. Het andere deel ontstaat door onbalanskosten. Deze kosten ontstaan als er verschillen zijn tussen de verwachte en werkelijke hoeveelheid stroom op het stroomnet. Die verschillen worden vaak tegen prijzen verhandeld die ongunstig zijn voor energieleveranciers. Onbalanskosten zijn vooral weersafhankelijk en nemen toe als er veel stroom van zonnepanelen op het stroomnet komt. De netbeheerder moet dan ingrijpen door bijvoorbeeld energiecentrales of windmolenparken uit te zetten. Zonnepanelen zijn erg belangrijk voor de productie van groene stroom. Toch is het goed om te weten dat het terugleveren van stroom aan het stroomnet ook voor kosten zorgt. Zorg dus dat je zoveel mogelijk stroom die je met je zonnepanelen opwekt, direct zelf verbruikt. Want minder terugleveren betekent ook minder vaste terugleverkosten.